Ik denk dat mijn vader toch Benny Rodriguez zou zeggen. Ja, ja. Niet eens zijn eigen zoon. En ook een goedemorgen aan onze jongste gast, 16 jaar, Robbert van de Corput. Goedemorgen. Wat is jouw toekomstdroom? Ja, toch wereld nummer 1 van de wereld worden. Met halfweg de 20, je staat op nummer 1 in de wereld. Denk je soms bij jezelf, ja jongens, het kan bijna niet meer groter en wat dan? Het rare van de droom is altijd, als je op het moment dat die droom uitkomt, wat is er dan na die droom? In de film zeg je ook dat Madison Square Garden was gewoon je droom op een gegeven moment. En dat heb je nu bereikt. Wat is dan de next thing voor jou? Je volgende droom, heb je daarover nagedacht? Als DJ heb ik eigenlijk alles kunnen bereiken wat ik heb kunnen bereiken. Ik ben door meerdere magazines uitgeroepen tot beste DJ van de wereld. Ik heb Madison Square Garden mijn eigen concert uitgekocht. Ik blijf natuurlijk gewoon draaien, begrijp me niet verkeerd. En ik blijf natuurlijk alle festivals gaan doen. En ik zit midden in mijn nieuwe I Am Hardwell Tour. En ik ga me toch vanaf volgend jaar meer focussen op muziek maken. Ik zeg niet direct dat ik met een tweede album ga komen. Maar ik wil me eigen verder gaan ontwikkelen als producer. En als ik dan echt een droom moet aanstellen, dan zou ik het wel echt ontzettend tof vinden om een keer voor een Grammy-nominatie te gaan. Je naam Hardwell, waar komt die vandaan? Mijn artiestennaam Hardwell komt van mijn achternaam. Ik heet Robbert van de Corput en Corput vertaald in het Engels is Hardwell. En mijn vader heeft dat echt verzonnen toen ik 12 jaar was. En ik ben die naam gaan gebruiken en eigenlijk nooit meer veranderd. Op het moment dat je klaar bent met je show zag ik je vaak zitten daar en je schoenen aandoen. Dus blijkbaar doe je gewoon je schoenen uit tijdens het draaien of zo. Wat is het verhaal daarachter? Ik doe eigenlijk nooit mijn schoenen uit. Alleen, ik had net nieuwe schoenen aan. Ik had zo'n pijn aan mijn voeten halverwege de show. Omdat ik de schoenen nog niet had ingelopen. Dat ik had besloten om mijn schoenen uit te doen tijdens de show. Ja, ouders die luisteren dus naar dancemuziek. Maar houden ze dan alleen van jouw muziek? Of vinden ze de genre ook wel leuk? Nee, ze vinden het genre echt leuk. Mijn ouders luisteren wat dat betreft naar alle collega-dj's. En je kan mijn vader gewoon letterlijk het verschil vragen tussen techno en progressive house. En hij zal dat je gewoon uitleggen, zeg maar. En ook vertellen wie zijn favoriete dj's zijn. Mijn vader checkt echt alles. Ja? Ja. Dat is wel grappig. Wie is je vaders favoriete dj dan? Wauw, als ik dat van mijn vader moest zeggen? Ik denk dat mijn vader toch Benny Rodriguez zou zeggen. Ja, niet eens zijn eigen zoon? Ja, uiteraard. Okay. Nee, maar ik weet dat mijn vader fans van Benny Rodriguez. Artist is on the move. Denk jij nog wel eens na over je eigen DJ-moves? Nee, ik denk eigenlijk niet na over mijn DJ-moves. Nee, ja. De beweging komt nog steeds natuurlijk van de plaatjes draaien. We zijn natuurlijk allemaal nog... Een DJ is al een duur woord. Hè. We zijn gewoon hele simpele plaatjesdraaiers. Alleen we draaien helemaal geen plaat meer. Het is gewoon wat dat betreft allemaal via een USB-stick en SD-kaart. Je blijft altijd die stempel houden als plaatjesdraaier. Dat is gewoon denk ik iets van meer van vroeger. Maar het is meer gewoon improvisatie, je handen gaan automatisch de lucht in of je gaat gewoon springen achter je deks. Ja, zeker. Ja, het is ook gewoon, je gaat mee op de energie en de euforie die in de zaal hangt. En energie wat je van het publiek krijgt. Als 40.000 man voor je neus staat te springen, kan je moeilijk gaan stilstaan zelf.